verschillende inrichtingen van het terrein. Zo je ziet, het is een helemaal vlak, een open, een heel kaal terrein. Het is opgebrachte grond van de inrichting van het park. Een hele diep kanaal en een vijver is daar uitgegraven. Dat is hier neergegooid. Daardoor vangt het heel veel wind en is het behoorlijk saai. Dus we willen er wat hoogteverschillen in brengen. We willen het een beetje aan de randen hoger brengen. Met op die plek een verhoging waar we het kerstbomenasiel willen situeren. Hier aan de voorkant willen we een heuvelrugje met bloemen. Met gevarieerde bloemrijke planten die heel veel insecten en vooral heel veel aandacht en trekken en het er leuk uitziet. Het pad wat daar is weggegraven is de achteringang. Het is de bedoeling dat het verder doorgetrokken wordt naar de opslag aan de Rijnkant van onze tuin. Daar komt composthopen, berging en een beetje de dienstruimtes. Een aftak van dat pad loopt naar de plek waar we uiteindelijk een shelter willen gaan bouwen. Hier naartoe loopt dan eigenlijk het hoofdwandelfietspad naar een bruggetje wat we daar over het slootje heen willen leggen. En dat wordt dan de hoofdingang. Dat komt dan vanaf het park, vanaf fietsend vanuit Leiden en vanaf Corpus. Zie je die hoofdingang direct liggen en als je dan daar doorheen verder doorkijkt, dan kijk je ook naar de overkant. Singel is daar aangelegd, dus dan heb je een enorm doorgang, een doorkijk naar de overkant van de Rijn. En als we daar toestemming voor krijgen, dan willen we daar op die plek ook een theeterras aan het water realiseren.